Welkom. Café Weltschmerz heeft onlangs bedacht dat het een goed idee zou zijn om eens een reeks jonge mensen te interviewen. Uh, millennials die geboren zijn vlak voor of kort na de eeuwwisseling. En met hen te praten over hoe zij nou tegen, uh, tegen de toekomst aankijken. Tegen hun eigen rol in de samenleving. Hoe ze daar vorm aan gaan geven. Uh, vandaag spreek ik uh, in dat kader met uh, iemand die twintig is. Als ik het ja, goed heb. Dat klopt. Dus jij bent geboren in... 1999. 1999. Ik ben 99, nog van de vorige millennium. Net nog van, van de vorige Stefan Meijer. Uh, nou, 20 jaar, dat weten we inmiddels. Ja. Je woont in Amsterdam, maar daar ben je niet geboren. Nee. Vertel eens even een beetje uh, waar je vandaan komt. Jij hebt mij verteld dat dat een klein dorp in de buurt van Alkmaar was. Ja. En dan gaan we daar eens even beginnen. Wat was dat precies? Uh, wat voor omgeving, wat voor milieu? Je ouders, vertel eens wat. Broers, zussen, weet ik het. Uh, welke school? En dan komen we vanzelf bij de toekomst terecht. Ja, nee, ik kom uit een dorp inderdaad bij, uh, bij Alkmaar. Een uh, uh, heel klein dorp. Het bestaat letterlijk ongeveer uit twee straten. Um, en uh, daar heb ik tot mijn achttiende uh, gewoond. En mijn achttiende, toen ik mijn VWO-diploma op zak had, dacht ik: van ja, het is al wel welletjes geweest. Ik ga naar de grote stad. De stad van de vrijheid en waar alles kan. Um, ja, ik heb op zich daar wel een mooie jeugd gehad. Uh, het was wel een vrije sfeer in dat dorp zelf. Um, ja, wat kan ik er verder over vertellen? Ja, het is natuurlijk waar je start. En het dorp was uiteindelijk wel wat te klein voor mij. Dus ja, ik, Twee straten. Dat, dat, ik kan me voorstellen dat je dan op je twaalfde denkt. Van nou, er is ook nog wat meer in het leven. Ja. Nee, ik had dus niet om mijn twaalfde, maar 15, 16, 17, 15, ja, ja. had ik zoiets van ja, dit kan wel kan wel iets. Uh, iets nou, nou komen we zo meteen er nog wat meer over te spreken, wat jou onderscheidt van heel veel mensen van jouw leeftijdsgenoten, zeker toen je nog 15 was, jij bent op je vijftiende al uh, als uh, ondernemer begonnen. Natuurlijk ja. klein. Dat zou wel bij je ouders thuis in de huiskamer of in de slaapkamer ja. geweest zijn. Uh, dus al heel jong. Was jij met je gedachten bij hele andere dingen dan waar mensen van 15 jaar, zeker in zo'n dorp, daarbij ook maar mee bezig zijn. Ja. Hoe is dat uh, gekomen? En vertel eens even een beetje wat je bent gaan doen. Want dat, is, dat, dat, dat vind ik interessant. Hoe een 15-jarige al denkt, ik ga, ik ga zaken doen, ik ga ondernemen. Ja. Nou, het is eigenlijk al fout gegaan op mijn zesde. Waar mijn ouders een computer voor mijn neus neerzetten. En uh, toen ik een jaar of 19 was, dacht ik van ja, daar wil ik wel op leren programmeren. Dus ik begon al heel vroeg eigenlijk met het leren van programmeren. En uh, dat groeide uit rond mijn 14, 15. Tot iets wat ik ook, waar ik achter kwam. Dat kan ik ook inzetten voor bedrijven. Daar kan ik anderen ook mee helpen. Dat hoef ik niet alleen als en hoe had je dat geleerd of had je dat jezelf uh, aangeleerd? Ah, ja, mezelf aangeleerd. Ik ben van de generatie waar je bij spreekt alles via internet kan leren. Ja. Dus uh, ik heb letterlijk gewoon in het begin uh, code overgetikt van YouTube video's. Uh, en later ben ik zelf dat gewoon, uh, want je moet natuurlijk leren om zelf iets te kunnen formuleren in instructies die een computer begrijpt. Ja. En dat is op zich een lange weg als je dat jezelf leert, maar uh, als je dat gewoon eens per week of eens per uh, zoveel dagen gewoon probeert en dan uh, komt er iets uit, dan uh, heb je het gevoel van ja, ik heb nu iets moois gebouwd. Uiteindelijk gaan we echt leren dat je zelf wel aan als je het leuk vindt. En uh, op school werd dat ook geleerd? Je daar, of is het nee. helemaal zelfstudie? Ja, van. helemaal zelfstudie. Dit is echt zelfontplooiing. Uh, ja, Voor de middelbare school in de brugklas ging uh, ICT niet veel verder dan een uh, kalender bouwen in uh, Excel. Oh, ja. Dus daar had ik ook zo uh, heel weinig aan. Dat kan ik zelf nog. Ja, dat braakt uh, een, een nieuwe generatie. Deze generatie leren hoe je kalenders bouwt in Excel is gewoon ook uiterst uh, verspilling van, uh, van de tijd. Ja. Van de docent en ook van de leren. <laughs> Daar wordt niemand beter van. Maar uh, ja, gewoon eigenlijk vooral zelfstudie. Ja. En ik vond het leuk, want er kwam altijd wel iets uit. Je bouwt eigenlijk iets, je kan je ideeën eigenlijk uh, kwijt in iets dat je kan gebruiken. In iets wat bijvoorbeeld je leven makkelijker maakt. In iets wat een, iets automatiseert in je leven. Dus het is ook wel leuk. Het is heel creatief soms. En wanneer ben je daar geld mee gaan verdienen? Dat was om mijn vijftiende toen ik. Uh, uh, ja, 14-15, ik begon wat werk te doen voor webshops, wat automatiseringswerk. Uh, het automatiseren van grote XML-bestanden met uh, producten erin en die inladen in webshops. Uh, ik ging wat meer de kant op waar ik ook, uh, ja, ik kreeg wat meer interesse ook in uh, een beetje systeembeheerachtige dingen. Dus ik begon dat toen ongeveer te doen voor bedrijven en dat begon heel klein. Dus het begon echt op het niveau dat, ik, dat je niet van kan leven. Natuurlijk. Uh, Volgens mij begint elke ondernemer ja, zo. Ja, dat uh, ja, je begint natuurlijk Terzij bij nul. Tenzij, uh, zoals Donald Trump het <laughs> van papa krijgt, maar, uh, ja, dat lijkt me dat ook wel lekker makkelijk. Ja, nee, maar ik begon bij nul en uh, elk jaar groeide dat weer een beetje uit. En uh, na drie, vier jaar heb je iets uh, waarmee je uh, de vrijheid hebt om op jezelf te gaan wonen, uh, naar de stad te trekken. Uh, ja, en ik. Dat deed ik om mijn achttiende, na het halen van VWO. Dus je hebt dat eigenlijk heel snel gedaan, want je bent op je vijftiende begonnen. Dus dat zat je nog op school, je woonde nog een beetje ouders. Uh, ja. Jij komt dit blijkbaar, kennelijk heb je daar talent voor. Um, en nu ben je twintig, we zijn nog maar een paar jaar verder. En nu kun jij van uh, wat jij aan het doen bent, van, 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 van jouw ICT-bezigheden en je kennis op dat gebied, kun je leven. Je verdient genoeg geld om van rond te komen. Je hoeft niet meer ja. aan te kloppen bij je papa of mama of bij je vadertje staat. Hè? Je doet het helemaal nee, zelf. Nee, dat, is mij, dat, dat is toch heel snel. Er zijn niet heel veel leeftijdsgenoten ja, van jou die dat doen. Daar ben ik ook heel erg blij mee dat het zo is gelopen. Dat is natuurlijk deels van, ja, je groeit erin. En het is deels geluk en het is deels hoe het gewoon gaat. Ja. Of het uh, niet gaat. En in mijn geval ging het wel op die manier. Um, ja, en uh, het is gewoon heel fijn als je gewoon op ja, welke leeftijd dan ook... gewoon zelfstandig je eigen huur kan betalen... Zelfstandig uh, werk kan afleveren en daar gewoon van kan bestaan. Dat geeft echt wel een heel stuk vrijheid. Ja, toen ik uh, zo oud was als jij toen, was ik uh, toen studeerde. Ik was ook student rechten in Groningen. En uh, ik verdiende ook wel een beetje met uh, wat handeltjes uh, erbij. Onder andere in verzekeringspolissen en tweedehands auto's en nog zo wat. Hè? Allemaal dingen waarmee je als een heel onbetrouwbaar type de boek komt te staan tegenwoordig. Uh, maar dat had helemaal niks met te maken met wat jij doet. Want jij doet echt serieuze zaken. Dat deed ik helemaal niet. En ik leefde een beetje van uh, wat centjes van mijn ouders. En voor de rest was het lallen en brouwen. Hè? Dat was mijn bestaan in de tijd toen ik zo oud was als jij. Daar heb jij niks mee met dat soort leven? Uh, Doe je dat, dat je ja, uh, gewoon bijverdient? en dat je Ja, maar je bent. Hebt... Een serieus type, denk ik. Okay, soms. Of verder, soms. Uh, ja. <laughs> Niet altijd. Maar je hebt je zaak. Het is ook verantwoordelijkheid. Je hebt klanten. Ja. Waar je moet leveren, want anders lopen ze weg. Ja. Uh, dus je, je, je hebt al een hoop verantwoordelijkheden op je schouders genomen. Je moet je eigen financiën daarin voorzien. Ja. Dus dat is toch best wel uh, heavy, denk ik, op zo'n jeugdige leeftijd. Je hebt je eigen uh, woning waar je huur moet betalen als je eruit gezet. Uh, dat is toch een heel ander leven dan, dan wat ik bijvoorbeeld op mijn twintigste had. En wat ik veel anderen op hun twintigste zie. doen. Ja. Nee, ik was rond mijn 18e. was ik uh, wel redelijk uh, op zoek naar de vrijheid om gewoon om mezelf te kunnen wonen. en uh, gewoon de vleugels uit te slaan. Ja. Dus ik denk dat daar ook wel deels uit voorkomt. Even terug naar uh, je jeugd. Je zat bij je ouders in dat dorp in de buurt van Alkmaar. Um heb jij, was, je, was je een beetje een eenzaam type? Een loner? Of was je heel sociaal? Wat voor... Ik ben altijd wel een beetje een buitenbeentje geweest. Ja. Uh, maar op mijn school hadden we ook een beetje een groepje met uh, buitenbeentjes. Uh, het, ik bedoel, ik heb VWO gedaan, dus dat VWO's zijn altijd wel wat buitenbeentjes, zeg maar. Ja. Een klein beetje. <laughs> Soms. Soms. Um, maar als je daar een beetje je eigen groepje in hebt, dat is dat natuurlijk wel fijn. Gelijkgestemde, uh, meestal steeds ook geïnteresseerd in IT en uh, ja. gamen en dat soort dingen. En die school was in Alkmaar? De school was in Kastringham. In Kastringham. Dat is een klein uh, stadje. Ook een klein, ja, ja. klein stadje. Ja, en dat was eigenlijk een hele fijne school. Heel vrij en heel. Uh, je kon jezelf gewoon zijn. Ja. En uh, ja, dus dat was gewoon wel een goede ervaring. Ja. Niet elke docent was even goed, maar er liepen wel ook wel hele goede docenten rond, over het algemeen. Ja. En wanneer dacht jij.? Uh, het is allemaal wel fijn hier, de school is prima en mijn groep op school is ook goed. En ik ben wel lekker bezig uh, met, met de computer. Maar wanneer dacht jij, dit, ik moet toch uh, weg? Ja, eigenlijk is dat uh, redelijk. En hoe kwam dat? Redelijk direct na het halen van een vwo diploma uh, uh, gebeurd. Um, ja, ik ben vrij conservatief opgegroeid in een kerk uh, uh, die uh, uiteindelijk niet zo uh, uh, overeenkwam met mijn, uh, mijn uh, waarden, zou ik maar zeggen. Wat was dat? Uh, nou ja, het, het was eigenlijk een hele conservatieve kerk. Heel, er, eigenlijk heel erg homofoob. Dat werkt ook niet zo goed bij mij. Uh, ja, dat is misschien in kerkelijke kringen in het algemeen nog wel een. Uh, ja, ja een maar vraagstuk. Er, er zijn nog ja, wel wat kerken die natuurlijk wel vrij liberaal zijn en vrij progressief zijn en uh, wat ruimdenkender zijn. En uh, ja, en ik, ik ben sowieso niet heel goed in het geloof in een god. Dat werkt bij mij. Dat, nee, dat werkt gewoon niet. Je komt uit een religieus milieu. Ja. En wat, en wat was dat precies? Want, welke, want het lijkt alsof, er, alsof het een bijzonder, misschien wel een beetje sectarisch genootschap was. Ja, ja dat, uh, uh, dat was het wel zeker. Dat is het nog steeds. Maar, uh, wat ze, is het? Ze, ze noemen zich de Noorse Broeders. Oh, de Noorse Broeders. Of uh, ja, in Nederland gaan ze door onder uh, Christelijke Gemeente Nederland. Ja. En het is, heel, het is heel erg conservatief. Uh, het is heel erg, uh, wat dat betreft, ik zou het wel orthodox-christelijk kunnen noemen. Het is een beetje een menno-vorm tussen baptistische stromingen, evangelische stromingen. eigenlijk heel veel stromingen bij elkaar. Um, en uh, ja, het, het is eigenlijk wel een heel raar clubje. Zijn, laatst zijn ze ook in het nieuws gekomen wat betreft uh, fraude, wat betreft kerkleiders die. Uh, ja, op dat, dat is, uh, da, daar sla ik ook meteen op aan als ik Noorse broeders hoor. Want het is natuurlijk, ja. ik weet dat het NRC Handelsblad daar heel uitgebreid over uh, geschreven heeft. Ja. En ik associeer dat meteen met uh, foute zaken, met fraudeleuze dingen, terecht, met uh, onderbetaling van jongeren die tegen veel te weinig geld uh, veel te hard moeten werken. Uh, woekerwinsten, uh, weet ik veel. Uh, kennelijk, de Noordse broeders hebben blijkbaar aandelen in allerlei bedrijven wereldwijd, hè, want dat is heel ja, groot. Ze hebben heel veel bedrijven zelf gesticht, of heel veel bedrijven, uh, ja, er draaien gewoon heel veel bedrijven eromheen. Ja. Congrescentra, en, vakantiecentra. Maar dat wist jij toen allemaal niet, natuurlijk. Uh, ja. Nou, dat was zo redelijk bekend. Dat is wel, uh, maar ook al, uh, ik weet niet, hoe, hoe kom je in zo'n in zo'n geloofsgemeenschap, Dan komt natuurlijk vier je ouders, ja, dat snap ik. Maar, maar moet je daar dan lid van worden? Word je... mijn, mijn, mijn ouders zijn in geboren en uh, dat betekent dat ze uh, ja, automatisch al lid waren. Want ja, zo werkt dat. Uh, want je ja. neemt je kinderen ook mee uh, naar de genootschap. En dan ben je dus En ik ben er ook in geboren. Mm -hmm. En uh, dan ben je automatisch ben je al een deel van de gemeenschap. En dan krijg je een uitnodiging om ergens te komen voor een of andere kerkdienst. Of, nee, het of werkt niet gebeurt, via uitnodiging. Je dan wordt gewoon. Uh, je gaat gewoon even wordt gewoon baby. Vanaf baby af aan word je gezegend en dan ben je lid van de kerk. Het gaat ja. helemaal niet via uitnodiging, je bent gewoon lid. En, ik, weet, uh, ik, weet, ik, weet, ik weet een beetje hoe het werkt, want ik, 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 ik kom elkaar wel een beetje. Nou, niet heel erg, niet zo uh, als bij jou, maar religieuze achtergrond, zou ik maar zeggen. Met de Nederlandse Hervormde Kerk. En daar gingen we dan ook altijd heen en psalmen zingen en bidden. Ik heb op. Uh, de school met de Den Bijbel gezeten, op het basisonderwijs. Toen heette dat lagere school. En een christelijk gereformeerde HBS, dus ik ken het klappen van de zweep wel een beetje. En me hebben daar ook ja. van losgemaakt. Ik kunnen we het zo meteen misschien nog wel eens even over hebben, want jij bent daar uit vertrokken. Je wilde er ja. niks meer mee te maken hebben. Maar je zat erin, je zag dat. En, en, en op enig moment heb je ontdekt: er is hier iets wat me niet bevalt. Ja, en dat meer in. Uh, ik begon me erin af te vragen over het geld. Oh ja? Ja, dat maar was, was, dat was het eerste. Want uh, dat was net voordat de hele kerk uh, onder de loep kwam bij het NRC. Uh, Wanneer was dat ook alweer? Een jaartje of tien geleden of zo? Dat was 2016, februari. Een oh, beetje zo recent nog. Ja, oh, oké. Okay. Um, en ze kwamen onder de loep. En daarvoor had ik al gedacht: van ja, uh, als je een kerk hebt waar het verdienen van geld centraal staat. of het onderhouden van je kerk door middel van geld centraal staat. dan mis je ook. Blijkbaar mis je dan ook wel de boodschap die je echt moet willen afgeven. Ja. Dat is natuurlijk de, de, ja, de Bijbel. En dat, maar dat hing ook wel samen met, uh, ik zag steeds meer een contrast tussen de, de, de gemeenschap en erbuiten. En in de gemeenschap zag ik allemaal mensen die uh, ja, heel sceptisch stonden als het gaat om evolutietheorie. Uh, heel sceptisch uh, stonden als het gaat om een beetje basale natuurkundige feiten. Uh, en buiten de kerk had ik gewoon ook mijn vrienden. En die waren tegenovergestelden. Mm -hmm. En op dat moment moet je gaan twijfelen, want je zit in een soort spagaat van uh, ideeën die je moet hebben. Mm -hmm. Want buiten de, de, de kerk word je geacht om te denken van ja, uh, bijvoorbeeld wetenschap is feit, maar in de kerk is het allemaal een stuk betwijfelbaarder en ja, ja, hoeft er niks van te komen. Maar toen was je dus 17, hè, toen kwam dit allemaal, je dacht erover na en je dacht uh, wegwezen? Ja, ik was een jaar of 16 toen ik, uh, toen ben ik een paar maanden ben ik uh, niet naar de kerk gegaan. Mm -hmm. Uiteindelijk ben ik uh, uh, toch wel uh, weer eventjes uh, teruggekomen. Uh, Was maar... dat ook omdat je uh, het je ouders bijvoorbeeld niet aan wilde doen om je daarvan los te maken? Speelde dat mee? Nee, ik denk dat het, als je je hele leven dan in de kerk zit waar je hele sociale netwerk zit. En je hele kennissen zitten. En iedereen zit die je kent. En dat, dat vormt gewoon het grote deel van je, van je vriendenkrint, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, dan ga je daar niet heel makkelijk uit. Nee, dat is gewoon een hele grote stap. Maar op het moment dat je denkt van ja, je bent homo. Uh, je hebt twijfels over wat er gezegd wordt in de kerk. En of dat überhaupt wel enige grond heeft. En je hebt bijvoorbeeld twijfels over ja, is het bestaan van God wel zo duidelijk? En als je die drie combineert, dan is het eigenlijk oneerlijk om te zeggen van ja, ik blijf in de kerk. Ja. Want je bent daar niet voor je vrienden en je bent daar niet om koffie te drinken. Je bent daar <tus> of om een geloof te beleiden. Of je moet gewoon eigenlijk eerlijk zijn en je moet zeggen van ja. Dit dus geloof, dat past niet bij mij. En ook niet qua normen en ook niet qua ideeën. Ja, dat heb jij op een gegeven moment besloten, hè, gedacht. Ja. En toen ben je daaruit gegaan. En moet je dan opzeggen of zo? Of ga je gewoon, uh, wandel je gewoon weg? Je wandelt gewoon weg in principe. Ja. En dan uh, word je ergens in het systeem word je op uh, inactief uh, gezet. Okay. En, dus je uh, wordt niet nog een keer weer uh, achterna gezet of je nog weer uh, een keer wilt uh, opdraaien? Nou ja, dat uh, probeerden mijn ouders natuurlijk wel een beetje. Maar dat werkt mij ook heel erg slecht. Het dus heeft dus iets, dat, uh, 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 nee. ik weet niet heel veel van de Noorse broeders. Maar ik weet dat het bestaat. Grote trekken ook wel heel orthodox. Uh, erg op uh, man-vrouw. Ik geloof zelfs, zelf, mannen moeten korte haren hebben, vrouwen lange haren. Ja. En bij voorkeur niet andersom hè. Dat is, ja. uh, dat is al heel erg en, fout. Vrouwen kunnen niet preken. Uh, voor, uh, erg veel groot taboe en, op uh, voorbehoedsmiddelen, dus meestal ja. grote gezinnen. Was dat bij jullie ook zo? Heb je veel uh, Ik heb heel veel grote gezinnen gezien, maar ja. wij, hebben, wij hadden geen groot gezin. Wat, okay. wat betreft uh, stonden we een beetje op de... Maar dat komt bij de geloofsgenoten in die kringen wel veel voor. Ja, dat ik is, heb uh, gezinnen gezien van uh, 13, 14, 15, ja. uh, 16 en meer uh, mensen. Ja, ja. Ja, ja. Het uh, is dus een beetje de katholieke kerk uh, decennia geleden. Toen ja. de pastoor ja. kwam dat het weer tijd werd om... Uh, te ja, laten. Ja, en dit, dit, in deze gemeenschap zaten. een van de grootste gezinnen van Nederland. zaten in deze gemeenschap. Ja. Een beetje dat niveau. En dat gezinnen. is nog steeds zo? Dat weet ik eigenlijk niet ja. meer. Ik denk dat het wel. Was er daar een soort enclave van die Noorse broeders. daar in. in uh, daar, die regio waar jij woonde? Dat, dat heel veel mensen daar aangesloten waren? Want je hebt, uh, ik weet dat de Noorse broeders zitten onder andere in Rotterdam. volgens ja, mij in een gebouw. op de -Dijk, denk In wel. elke provincie hebben ze we wel een vestiging. Ze ja. zitten in Rotterdam, ze zitten in uh, Amelo, Enschede, Groningen. Hm. Uh, en je hebt eigenlijk een paar, tien of twaalf vestigingen in uh, Nederland en België. Ja. Uh, en eigenlijk vormt dat ook weer een groter geheel wereldwijd. Ja. Uh, dus wat dat betreft was dit ook wel een beetje een enclave, want het is eigenlijk gewoon een verzameling met kleine dorpen rondom uh, Alkmaar En uh, ik had ja. een paar geloofsgenoten op mijn eigen school zitten. En, uh, ja, wat dat betreft was het wel, wel redelijk een enclave, dat kleine stukje. Maar jij voelde de druk, je wilde eruit, je voelde je daar niet meer thuis. Uh, bovendien, je bent homoseksueel, nou, dat vinden ze daar ook niet, uh, nee, dat kan niet. fantastisch. Dat is geen aanbeveling, zou ik maar zeggen. Nee. En jij dacht, uh, ik zit hier, ik moet weg, uh, de vrijheid uh, opzoeken. Uh, ik ga naar Amsterdam. En toen was je, hoe oud? 18? Toen was ik 18, dus dat uh, is wel een, een tijdje al... Uh... En toen kwam jij hier in uh, de grote stad... Met de vrijheid, dan, dan zitten we dus in 2017 of zo. Uh, Jij was 18? Ik ben heel slecht in overrekening. Nou, je af, bent in 1999 wel. geboren, heb je net gezegd. Dus als je 18 <laughs> ja. bent, dan <al> was. <laughs> ja, <laughs> zie je dat rekenen, dat, is echt, het is, oh, dat moet echt wel aan gedaan worden. Hè? Dat, uh, is ja, daar hebben weer... we tegenwoordig rekenmachines. Uh, ja, voor ja. Die... <laughs> <laughs> dat is een ander onderwerp. Je komt in Amsterdam, um, je was al bezig met je bedrijf. Daar ben je hiermee doorgegaan. Kennelijk ja. succesvol, want je kan ervan leven. Uh, wat ben je gaan doen in Amsterdam? Want je, had je je coming out of, had je al tegen je ouders gezegd: luister, ik heb wat te melden, ik ben, ik ben een homo? Ja, nee, dat proces was ik al een jaar bezig. Maar ja, ik bedoel, het is een stuk moeilijker om dat duidelijker ja. tegen ouders te zeggen die uit die gemeenschap komen, natuurlijk. Dat er is natuurlijk maar je hebt ze het het wel verteld door. op enig moment, of heb je ze gewoon. Ja, uh, maar, ja, maar zij gaan niet zelf het gesprek erover aan, zomaar. Dus dat, dat is heel lastig. Dus het is een soort uh, monoloog. Ja, maar jij, hebt het, jij bent het gaan vertellen? Ja. Ja, als, je niet, als je er niet over wil praten, moet je het zeggen. Nee, nee, dus nee. Ik wil nee je stel niet stel je, vooral vragen. In je, in je privéleven treden. Maar het is misschien wel interessant, ook voor anderen die, die met hetzelfde zitten. Ja, over stel nog, vooral vragen. Uh, ik heb ook wel eens mensen in mijn omgeving gehad dat ik zei, joh, weet je, ga het maar vertellen. En je zal ja. zien, de reactie is uh, bijna voorspelbaar. Uh, je ouders zullen zeggen, dat wisten we al lang. Uh, we hebben al lang gezien en vervolgens, als je maar gelukkig wordt. Hè? Dat is ongeveer ja, hoe het gaat. Soms nog plaat. een papa die een beetje. beetje, beetje bij mij groot, ging het iets uh, anders. En mama vindt het allemaal prima. Bij mij maar, ging het iets anders. Bij mij ging het een beetje op de toer van uh, we accepteren jou, maar de zonde niet. Dat werd uh, ongeveer oh, dat letterlijk uh, ja. verteld. Want homoseksualiteit is natuurlijk een zonde. Het ja. is natuurlijk hartstikke immoreel om uh, ergens in de slaapkamer te doen. Uh, waar twee uh, uh, volwassenen of twee uh, ja. uh, bijna volwassenen. natuurlijk beide toestemming voor geven. Dat is blijkbaar heel immoreel. Dus ja. uh, dat was een zonde, maar ze accepteerden mij wel. En dat. Zeiden ze. Uh, dat klinkt heel schizofreen. Ja. want Die dingen die gaan samen. Ik bedoel, uh, jou, jijzelf en jouw homoseksualiteit. Dus, ja. dus die zondigheid, of is de zondigheid er alleen maar wanneer je het gaat praktiseren? Ja, ik, ik, ik snap dat nog steeds. Ja. Niet? Maar het is natuurlijk een kerk waar... Uh, uh, in de kerk was, stond het centraal dat je je lusten onderdrukte. Dat je niet inging op je lusten. Uh -huh. En uh, lusten zijn zonden. Dus bijvoorbeeld homoseksualiteit: het, het is een lust om uh, het bed in te duiken met ja, iemand die je leuk vindt. Hm. Het is overigens ook een, een lust om. Het uh, maakt niet uit in die kerk natuurlijk of je bed induikt met iemand waarmee je niet getrouwd bent of met een man. Al is het stigma, als je met iemand van hetzelfde geslacht het bed induikt, is dat stigma natuurlijk groter. Ja. Daar, daar, nou, daar zijn is, de Noosterbeelden natuurlijk niet uniek in. Hè? Dat komt in andere nee. geloofsgemeenschappen ook Klopt. voor. Maar die lusten die moet je onderdrukken. Dat stond heel erg centraal. En als je dat niet doet, ja, dan begrijp je zonde. Ja, maar dat hele celibat is lustonderdrukking. Dus de uh, hele katholieke kerk. Die, die, die rust ja. op lustonderdrukking. Ja, nou ja uh, behalve zien. goede glazen wijn, dat, die <laughs> lust, dat mag wel. Ja, en maar... we zien hoe dat nu in, dat celibat, in het in celibat gaat. We zien hoe je ziet nu wat, in... wat ellende is die ja. daaruit voortkomt. Het is echt ongelooflijk. Ja. Even, uh, je hebt die coming out, je hebt dat gehad, je hebt je, je ouders verteld, je komt in Amsterdam. Um, 2017. Dan ga je ongetwijfeld naar gay bars en je komt andere homoseksuelen tegen. Ja. Wat, wat, uh, Vond je het echt vrij? Had je het gevoel, ik kan hier helemaal zijn wie ik ben en mijn gang gaan? Nee, of deed het... jij ook aan zelfcensuur? Ja, natuurlijk doe je aan zelfcensuur. Want er zitten gewoon bepaalde gedragspatronen zitten er nog steeds in. Dus dat is een vrijheid die je niet van de ene op de andere de dag hebt. Dat is een vrijheid ook van jezelf en ook van wat erin is gesleten. En uh, dat duurt gewoon uh, überhaupt nog een uh, lange tijd voor ik overal vanaf ben. Nog steeds? Ja, nog steeds. Want dat, dat is uh, 17, 16, 17 jaar lang. Als iemand iets herhaalt en als een hele groep van je verwacht dat je een bepaald gedrag uh, vertoont, dan zit dat nog steeds wel erin. En wat voor gedrag zou jij moeten vertonen wat jij niet vertoont? Uh, ja, ik zou gewoon uh, natuurlijk moeten doen uh, alsof, uh, alsof ik uh, netjes de Bijbel lees en uh, uh, zonder onderdruk. En, ja, dat wordt door, ja. door de mensen uit, die, uit het Noorse Broederschap. Ja, zeg maar, maar dat is wel een uh, gedrag dat erin slijt. Ook gewoon omdat je zelf gewoon. Bijvoorbeeld, ja, dat is natuurlijk iets wat, wat überhaupt breder is dan een religieus afkomst. Maar bijvoorbeeld hand in hand lopen zou ik ook niet snel doen. Nee. Nee. Ik, ik vind al, ja, het is een deel intimiteit waar je nog steeds min of meer voor schaamt. Ja. Ook omdat het gewoon erin is gesleten. Dat moet je, uh, dat, dat is natuurlijk niet goed. Nee. Dat, dat, dat is je niet goed. vanaf willen. Ja, maar dat duurt nog gewoon tijd. Dat slijt wel weg, maar het duurt gewoon tijd. Het kost tijd. Ben je single of heb je een partner? Uh, op dit moment of ben ik voor, nog single. Ja, okay. uh, en ja, ik weet niet, ik zie wel hoe dingen gaan lopen en ik sta overal natuurlijk voor open in dat opzicht. Uh, dus, het is maar zelf ook gewoon ja. daarin een weg vinden. Kijk, jij bent nog uh, hartstikke jong, uh, dus jij hebt niet de periode meegemaakt die ik wel meegemaakt in Amsterdam. De jaren 70, 80, uh, enorme ontwikkeling van vrijheden. Nou, niet alles, maar bijna alles kon en mag en gebeurde ja. ook. Uh, zeker in de gayscene in Amsterdam met de regalier stond vol met uh, gay bars. Uh, nou, er is nu nog, uh, misschien nog eentje over of zo. De rest is allemaal uh, verdwenen. Ja, de rest is allemaal uh, vooral retro-normatief. Uh, uh, ja, de It kwam, Manfred Langer met zijn extravagante toestanden. Dat was allemaal heel spannend en heel leuk. En ik heb er, er volop uh, middenin gezeten. Ik vond het echt heel uh, interessant en goed en spannend en leuk. En da dat was ook een van de attracties van Amsterdam. Daarom kwamen ook zoveel homo's uit het buitenland naar Amsterdam. Hè. Dat ja. was de reputatie die de stad had. Uh, jij kan natuurlijk die vergelijking niet maken omdat je daar niet bij was. Maar nee, heb ja. jij het gevoel, voor zover je dat kan beantwoorden, dat we uh, in Amsterdam uh, terug achteruit gaan eigenlijk op dat gebied? Erg of of, of uh, en voel je ergens druk, beperkingen? Want jij zei, ja, ik zou eigenlijk toch niet zo gauw hand in hand op straat gaan lopen. Is dat omdat, omdat het uit jezelf komt, omdat je nou eenmaal dat meegekregen hebt? Of omdat je ook om je heen kijkt en denkt, nou we moeten het ook wel een beetje gaan oppassen? Ik denk dat het vooral aan mezelf komt. Ja, want ik ben op zich niet heel. Als je heel, daar ben overheen bent, ban. dan zou jij gewoon uh, zijn wie je bent en, 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 ja. en helemaal van ja, je leven. Ja, ik, ik, ben, ik ben niet heel bang ban om uitgescholden te <coughs> worden of, uh, uh, ja, of aangevallen te worden. Daar ben ik niet heel bang voor. Nee. Dat is meer iets wat uit mezelf komt. Maar ik denk ook wel dat dat. Want ik zie dat wel om me heen dat anderen wel wat angstiger zijn. En ik zie om me heen dat anderen wel gewoon echt met serieus geweld te maken krijgen. Ja. En dat vind ik wel een ding in Amsterdam. Kijk, het neemt uh, volgens bronnen die ik van af en toe lezen, de klant of zo, uh, neemt dat toe. Hè? En, en, en de homofobie neemt niet af maar toe. Ja. Uh, je leest ook heel vaak over leerkrachten die er steeds meer moeite mee hebben om op school te vertellen dat ze homoseksueel zijn omdat ze daar problemen mee krijgen en het dan maar niet zeggen. Uh, dat is natuurlijk een hele slechte ontwikkeling, want het is een ontzettende lange strijd gevoerd om het te brengen waar het is. We zijn er nog lang niet. Maar als je kijkt hoe het in de historie gegaan is, begin van de 20e eeuw, grote vrijheden op dat gebied, vooral in Duitsland. Berlijn stond er onbekend. In Nederland begon dat toen ook allemaal al. Dan komt de Tweede Wereldoorlog met een enorme repressie en homofobie. En dan wordt homoseksualiteit zelfs nog bij wet verboden. Ja. Dus je kan het je haast niet voorstellen, 1940 in Nederland. hè. Uh, nou, maar dan komt daarna na de Tweede Wereldoorlog zijn er allerlei voorlieden uh, die enorm strijden om de vrijheid weer terug te krijgen. En daar ook in hoge mate in slagen. Maar in 1965, 64, 65 was Benno Premsela. Toen de grote voorvechter van homorechten uh, die, uh, die verscheen op de televisie als Benno Premsela uh, zichtbaar. En dat was nog nooit vertoond, dat is 1964. Dat is nog niet nou, zo lang geleden. Voor mij ondenkbaar. Ja, dan denkbaar dat dat nog zo'n stigma op, dat Dat is ja. natuurlijk heel anders geworden. Dat is natuurlijk nu heel anders ja. geworden. Dan komt uh, 1971 moet je nagaan. Ik was tweede jaar student rechten in Groningen. Ik was toen hadden uh, we 19. Um, uh, artikel 248 Bies, wetboek van strafrecht, afgeschaft. Dat was het verbod op. Ontuchtige, want sorry, dat woord ontucht stond ook in, in de wet. Uh, betrekkingen tussen twee personen van hetzelfde geslacht. die minderjarig waren. minderjarigheid was toen 21 jaar. dus jij zou in die tijd. geen seks hebben mogen hebben. met een zelfs niet meer een leeftijdsgenoot. laat staan met een ouder. Ja. Dat is 1971, werd het afgeschaft. dan kreeg je nog de erkenning van. Uh, homoseksuele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. mogen ze wel of niet meedoen met herdenkingen. dat is nog niet zo lang geleden, die discussie. Ja. Ik kan me allemaal nog herinneren. Het Homo-monument hier bij de Wester Toren. Is van 1987, dus het is zo vers. Dat is vrij en dan zie je die strijd die, die, die is gevoerd. In Duitsland las ik laatst, uh, wist ik ook niet meer, in 2000 pas uh, is daar uh, een erkenning gekomen dat uh, homoseksuelen slachtoffer waren van de naziterreur. En, en, en ook als zodanig uh, erkend werden en dat er ook eens wat werd gedaan in de zin van schadeloosstellingen en zo. Dat is nog geen twintig jaar geleden. Ja. Dus er is zo'n. Zoveel achterstand weggewerkt dan zijn we gekomen waar we zijn. Nou, dan heb ik het idee dat we ontzettend moeten oppassen dat we niet weer achteruit boeren en, ja, uh, en dat we vasthouden. En, en vooral niet bang mogen worden. Nee, ik denk, ik denk ook dat het gewoon bij elke twee stappen die je vooruit doet, ga je weer een stap achteruit natuurlijk. Dat is wel ja. bij elke ontwikkeling zo. Maar ja. ik heb wel het gevoel dat homoseksualiteit steeds normaler wordt. Dus steeds genormaliseerder wordt. Ja? Ja, heb jij wat voor soorten vrienden heb jij Zitten daar? Uh, wat is dat? Ik leef echt in een bubbel. Uh, uh, eigenlijk alle vrienden zijn uh, politiek geïnteresseerd of homoseksueel. Ja. Dus ik leef echt in een bubbel. Uh, ja, uh, uh, ja, dat is natuurlijk ja gelijkgestemde en uh, daar leef je ja, ja, daar is natuurlijk alles genormaliseerd. Ja. maar ik heb wel het idee als je dus vooral als je kijkt, bijvoorbeeld het hetero's die steeds meer op de regeliers dwarshangen. Uh, rondhanden. En een beetje dat patroon, dat het wel steeds genormaliseerder wordt. Ja? Nou ja, de, als ja. dat zo is, is dat goed nieuws. Tenminste, dat hoop ik dat het zo is. Jij woont in de, in de Belmen, heb je me verteld. Ja. Uh, als jij daar over de straat gaat, uh, eventueel met een vrienden of wat dan ook, hoe is dat dan? Nou ja, dat is een hele goede vraag, want ik woon er pas net. Oh. <laughs> <laughs> nou, probeer het eens uit. Ja, ja wie weet. Nee, ik vind. Of de de, de Belmen vind ik wel ook wel een typische wijk. Uh, uh, ook, zelfs vind ik het niet altijd een fijne wijk, maar ik heb niet het gevoel dat dat echt. Een, een heel groot probleem is. Ja. En ik bedoel, ik ben niet heel ban uh, ingesteld. Dus dat, uh... Ik heb zelf het idee: als je nou gewoon doet wie je bent en gewoon normaal vrij leeft, uh, de dingen niet verbergt. Uh, het ook eerlijk gezegd, uh, beschaafd gedrag is natuurlijk ook belangrijk, uh, niet onnodig ruzie gaat lopen maken. Dat, dat, je, dat je naar Nederland komt, hè? dat is een beetje de ja. basishouding. Je moet ja. natuurlijk ook niet verkrampt en bang door het leven gaan, want dan, nee. dat, dat, dan dat voelen de mensen. Dan kunnen de permanent in de kelder gaan wonen. Ja, kun je weer te doen. Dus dat moet je ook vooral niet doen. Dus uh, ja, gewoon loslaten en uh, de vrijheid ja. pakken die er is. Die hebben we maar dat is ook de in. enige optie? Ja. Anders komt, het, anders komt het patroon van onderdrukking weer, uh, weer voor. Ja, zeker. Zeg, we gaan even naar je ondernemerschap. Um, en ook hoe jij dat in de toekomst verder gaat ontwikkelen. En dan moeten we überhaupt eens dus even gaan praten over de komende 50 jaar. En Welke rol jij daarin gaat spelen. Uh, jouw bedrijf is een eenmansbedrijf? Ja, nu nog wel. Wat zijn je plannen? Uh, mijn plannen zijn om uh, uh, wat groter te gaan. Dus ik wil echt actief op zoek naar. Uh, ik ben in gesprek met mensen. Uh, wellicht dat uh, uh, als kampioen gewoon verder gaan. Uh, want dan heb ik meer het gevoel dat je wel wat meer kan. Ik bedoel, één persoon blijft één persoon. En een business uitbreiden in je eentje is natuurlijk altijd wel zwaar. Ja. Dus ik wil daar wat meer naar kijken. Uh, dus in ja, de komende tien jaar wil ik wel een stap maken naar een grote bedrijf en wellicht ook personeelslid, ja. dat dat wel mijn tien jaar doel is. Ja, um, ja en moet ik wel natuurlijk even vertellen wat ik concreet doe, dat is uh, mobiele app development op dit moment. Vertel en, eens wat uh, mobiele app development en leggen vaart. Ja, Bedrijven die komen eigenlijk bij, bij mij, of bij, uh, in dit geval bij mijn klant. Want mm. ik, heb, ik werk voor een bedrijf dat weer uh, in teamsverband uh, projecten oppakt. En wij zorgen er eigenlijk voor dat uh, bijvoorbeeld een bedrijf die uh, een app wil hebben zoals uh, die bijvoorbeeld boeken wil verkopen. Uh, of bijvoorbeeld uh, in de zorg zit dat zij een platform hebben om hun informatie beschikbaar te stellen en ook uh, uh, bijvoorbeeld bestellingen door te sturen naar een centraal systeem ja. dus het is eigenlijk, ik zit eigenlijk aan de kant van een beetje de zakelijke applicaties of in ieder geval de applicaties die van zakelijke klanten uh, afkomen ja. die dan voor een heel specifiek doel uh, gelden. En dus jouw bestellen. klanten, en in welke en... branche zijn die actief? Uh, ja, dat kan echt van oh, alles zijn. Ik ja. heb klanten die in de zorg zitten, klanten die zitten in de boeken, boekenwinkels, boekhandels ja. Uh, dat is echt heel breed. En uh, met je bedrijf verdien je geld, je moet leven, je moet je huur betalen uh, en met geld kun je ook vrijheid creëren. Ja. Maar wat zit er nog meer achter? Uh, waar, waarom doe je dit? Wat, 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 wil je, nee. wat wil je in het leven? Het zeggen? is natuurlijk een stukje hobby wat uitgegroeid mm -hmm. tot, een, uh, mm -hmm. ja, tot werk. Uh, in die zin is het ook geen hobby meer, maar gewoon keihard werk. Uh, maar het is wel een medium voor mij ook om, uh, in die zin, ik vind ondernemerschap ook gewoon heel leuk. En dit is gewoon een branche waar dat heel makkelijk in kan. Waar je niet te veel risico in loopt. Waar je gewoon makkelijk werk hebt. Mm -hmm. Dus uh, ik zie dit vooral ook wel als middel om gewoon te ondernemen. Maar ook in de zin dat je even probeert af te halen wat je... Dat we zijn echt ten diepste motiveerd om dit te doen? Want je kan van alles doen in het leven en op allerlei manieren geld verdienen. Zit er ook iets in dat je zegt, ik wil laten zien dat het ondernemerschap een belangrijke maatschappelijke factor is, dat daar welvaart uit voortkomt? Weet je dieper bij je, is dat ook wat je speelt? Ja, ja, zeg oh, joh, joh, helemaal onzin, ik ben, dit is gewoon, hier heb ik lol in. Het is dus uh, vooral oor in hebben. Ja. Ik, ik heb niet dat soort hele diepe... Ben jij maatschappelijk betrokken? Uh, ben je bijvoorbeeld uh, lid van een politieke partij? Ik, ik ben uh. lid geweest van een politieke partij. Ja. Uh, uh, maar op dit moment niet. Uh, ik ben in die zin ben ik niet heel maatschappelijk betrokken. Ik hou politiek wel in de gaten. Maar in maar uh, je verdieping discussiëren jullie over, over dingen die in de samenleving gebeuren? Ja, uh, uh. echt de mensen die ik ken die zijn allemaal heel politiek gedreven. En uh, ze hebben al, allemaal wel een politieke mening ergens over. Ja. En die mening die staat vaak staat ook wel haaks op elkaar, dus dat is ook wel leuk. Dan ja. is er tenminste een beetje discussie en debat. En wat doen je vrienden? Zijn die ook ondernemer of studeren ze? Of, uh, ja, zoals, dus, er zitten ondernemers uh, tussen mensen die studeren, uh, mensen die gewoon een baan hebben, dus dat is wel heel breed. Ja. En praten jullie ook wel eens even over de komende 10, 20, 30, 40 jaar? Wat gaan we doen? Hoe ziet de wereld er dus straks uit? Wat komt er op ons af? Heb je het er wel eens over? Nee, nee dat is natuurlijk een vraag is die heel veel ja, het brengt heel veel onzekerheid mee. Ik bedoel, het is natuurlijk een beetje. Wel een beetje kijken in de glazen bol. Mm -hmm, als, je, als je de komende 10, 20, 30 jaar wil voorspellen, dan moet je eigenlijk kijken naar de trends van nu. Denk ik. Ja, niet zozeer dat je dat gaat voorspellen. Dat, dat is niet waar ik op waard ben. Maar meer dat je nadenkt van, nou ja. Je bent nu 20, je moet nog 40, 50 jaar door. Uh, wat voor wereld uh, komen we in terecht? Wat komt er op ons af? We hebben natuurlijk nu heel actueel de grote discussies over klimaat. En klimaatverandering en alles ja. wat dat teweeg brengt. Ook in de zin van kosten en kunnen de mensen het allemaal wel betalen? Ja, uh, en willen de mensen het allemaal betalen? Willen ze het allemaal betalen? Is dat, zijn dat dingen die jou bezighouden? Uh, klimaat natuurlijk wel deels. <tus> omdat het natuurlijk ja, klimaat bepaalt in wat voor land ik. Heel, en dat is heel concreet voor mij. Ja. Uh, ik bedoel, klimaat en wereld is natuurlijk alles bepalend. Ja. Uh, maar ja, uh, op de meeste punten ben ik het met vrienden, wat dat betreft, wel eens als het gaat om klimaat en uh, dat soort zaken. Uh, omdat natuurlijk, ja, het is heel duidelijk dat er klimaatverandering plaatsvindt. Het is heel duidelijk dat de invloed uh, van de mens daar een hele grote rol in speelt. En dat, is, dat onderschrijft de wetenschap en dat is gewoon wel heel duidelijk. Dus daar valt niet heel veel discussie over te voeren. Maak jij ergens grote zorgen over voor de toekomst? Ja, je kan je wel zorgen over maken, nee, maar, maar dan, moet, dan, moet je, dan moet je ook iets kunnen veranderen. Ja, maar je maakt niet de indruk dat je heel erg zwaar gebukt door alles door het leven gaat. Dus dat valt nee. volgens mij erg mee, dat is wel goed, goed ook. Maar je kan natuurlijk wel serieus over nadenken, van, ja, dat, dat, dat komt er allemaal aan en hoe zal het allemaal gaan. Dat... Ik deed het over niet hoor, toen ik ja. twintig was, ik gelijk. Wat ik ja, zei, ja, ik broren, over een beetje na. bier drinken en zo, dus ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik denk er wel over na, vooral over issues als klimaat. Ik bedoel, het, het is wel interessant waar het heen gaat, maar... Ja, je hoeft je alleen maar zorgen te maken als je ook iets kan veranderen. Maar um, ook hoe de samenleving in elkaar steekt, de rol van religies, de islamisering, uh, ja. arbeidsmarktvraagstukken, werkloosheid, jongerenwerkloosheid. Ja, religie, dat interesseert mij sowieso heel erg, ook vanwege mijn afkomst. Dus ja. ik vind dat ook wel interessant. Ik vind het ook wel interessant om te kijken waar ik me echt, uh, echt belangstelling voor, voor heb. Is, uh, want we hebben natuurlijk een hele grote groep met mensen die de islam aanhangen. En mijn uh, belangstelling daarvoor is op welke termijn zal daar een soort liberalisering plaatsvinden? Wat dat... denk je? Ik heb echt geen flauw idee. Het is natuurlijk heel lastig. Want als je in een bubbel leeft met mensen met conservatief gedachtegoed, dan kan je één voor één min of meer uitbreken. Maar het blijft een soort groepswerk. Dus ik ben heel geïnteresseerd in wanneer, is er nou, wanneer ontstaat er nou een vrijheid binnen de religies? En binnen het christendom zie je dat nu al met kerken die homo's helemaal uh, omarmen. Uh, kerken die uh, liberaal zijn, progressief zijn en dat durft, uh, ja, durft uh, op die manier zich durft te uiten. Mm -hmm. Ik ben heel geïnteresseerd in hoeverre dat uh, zich de komende jaren precies in de islam gaat afspelen. Ja, dat, dat is een heel, je een heel, heel nu, belangrijk uh, vraagstuk. Ja, je uh, ziet ook in het Joden omdat daar heel veel seculariteit, uh, mm -hmm. uh, zelfs in dan als Israël, dat er heel veel seculiere Joden zijn. Ja. En ik vind dat best wel een mooie ontwikkeling. Is het een kwestie van uh, tijd? Dat je zegt, nou ja, uh, elke uh, evolutie, uh, waar dan ook heeft, dat gaat niet in een paar jaar, dat gaat in decennia, soms zelfs in ja. eeuwen. Uh, kijk jij er ook zo tegenaan? Ja, ik denk het wel. Weet je, Ik denk, dat, ze, uh, en, denk uh, dat we wat dat betreft wel uh, positief kunnen kijken naar, uh, ja, naar de toekomst. Dat is hartstikke mooi. Want ik zit hier ook om eens te toetsen of mijn uh, gevoel dat het allemaal wel goed komt met, uh, met de toekomst, of dat klopt. Want als ik om me heen kijk en zie naar mensen zoals jij en andere jongeren die ik hier ook al gesproken heb, en er komen er nog een heleboel, dan, dan voel ik een soort enorm op Op te beginnen enorme belangstelling om wat te gaan doen. He, uh, ja. Gewoon zin erin hebben, nou dat is al het halve werk. Dus niet een beetje kniezen of, of bang zijn of wat dan ook, maar gewoon nee, we gaan uh, deelnemen. Ja. Aan het leven en aan de samenleving we willen we er ook wat van maken. Uh, op een positieve manier, maar ook wel een positivisme, een geloof in het oplossen van de grote vraagstukken die op ons afkomen. Dat gevoel ja. heb, heb ik heel erg, maar de vraag is, is dat waar of ben ik overoptimistisch? Nou, ik denk wel dat onze generatie wel ook in het durft te benoemen en in het durft aan te pakken. En dat is denk ik ook wel nodig, want als je niks denkt aan te kunnen pakken, uh, hoe klein of groot dan ook, dan gebeurt er ook gewoon niks. Ja. Dus als je iets wil veranderen, dan moet je ook daar natuurlijk hoop en vertrouwen in hebben. Ja. Dat is de start? We hadden in de uh, afgelopen halve eeuw, uh, laten we zeggen, mijn, mijn halve eeuw, uh, zo tussen 1950 en, en de eeuwwisseling, um, een paar hele grote veranderingen. Voor, ik vind nog steeds de meest spectaculaire uh, de computer en internet. Het is echt elke dag, als ik s ochtends wakker word, dan ga ik achter de computer. En ik vind het fascinerend dat ik dan van de hele wereld alles kan zien. Uh, desgewenst live. Ik, vind dat, dat is, ik, ik kan nog steeds niet, eigenlijk niet geloven dat het waar is. Ja. Um, dat is voor mij de allergrootste verandering in dat, uh, die halve eeuw. Die gaan we natuurlijk ook in de lopende halve eeuw weer uh, krijgen. Dus jij straks zo, avond, ja. als ik nu ben dat je terugkijkt, denk nou, het is ongelooflijk. Ik was er bij al toen dat en dat er nog niet was. Ja. Wat is dat? Nou ja, ik hoop natuurlijk altijd wel te kunnen bijbenen met technologie. Uh, in die zin. Uh, maar wat het over 20, 30 jaar is, dat, is, dat blijft natuurlijk gokken. Maar ik denk dat de technologie zich. Gewoon stapje voor stapje gaat ontwikkelen. En ik zie dat wel gebeuren in de vorm dat we steeds meer automatiseren. Je zit nu al met robotstofzuigers, nu al met grasmaaiers die als robots functioneren, zelfrijdende auto's. Er wordt steeds meer geautomatiseerd. Ik denk dat ook dat het effect zal hebben dat er steeds minder banen uh, zullen ontstaan. Dat is op zich natuurlijk niet zo. En neemt de werkloosheid onloosie. dan toe en is dat erg? Dat is een hele goede vraag, weet ik niet. Want we hebben natuurlijk die hele industriële revolutie 200 jaar geleden gehad. En uh, we kunnen nou ook niet zeggen dat dat nou heel veel effect op de werkloosheid heeft op lange termijn. Ja. Maar ik zie wel dat zodra je uh, steeds meer uh, productieprocessen uh, automatiseert, dat, ja, dat mensen ook de, uh, de kant op gaan van het eisen van logere, hogere lonen en uh, betere werkomstandigheden. Dus ik denk dat arbeid, dat arbeid beter betaald gaat worden en dat welvaart toe gaat nemen. Ik zie een heel groot positivisme in het toenemen van productie, het automatiseren van productie en het toenemen van welvaart. Dus de factor arbeid, hoor ik je eigenlijk zeggen? Dat is een beetje ja, bijna, bijna Marxistisch wat je zegt. Ja, ergens wel. <laughs> Die uh, gaat aan uh, kracht winnen? Ik denk dat arbeid, dat, uh, arbeid met. Ja, sowieso fysieke arbeid steeds minder relevant wordt. Ja, het wordt een ander soort arbeid natuurlijk, ja. maar wel die 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 kraften. met het hele productieproces is dat. Dus ja, op, op korte termijn gaan mensen bijvoorbeeld banen kwijtraken, gaan mensen uh, moeten nieuwe professies zoeken. Maar mm -hmm. op lange termijn, ja, waarschijnlijk gaan er gewoon banen afnemen uh, die er nu zijn en uh, uh, ja, hoeven we gewoon steeds minder hard te werken. We moeten misschien naar een uh, op termijn naar een zes, uh, zes urige werkweek toe. Ja. Dus dat we zes uur werken en is nog steeds hetzelfde verdienen. Ja, Goh, als je, dus kunnen, als je het, automatisering groter wordt, kan je dat doen. Het zou kunnen zijn dat jij straks terugkijkt en dan tegen Dan 20 praat. gepraat. En dan zeg je: joh, uh, jullie jo, zijn aan de tijd van de uh, 36, 38 uur werkweek. Dat is totaal ja. belachelijk. Ja. Zoiets, hè? Dat, dat zou, zou best best goed goed kunnen. kunnen. Um, of ook wat jij aanstipt: de technologische ontwikkelingen, de robotisering. Uh, kunstmatige intelligentie, wat ook steeds belangrijker wordt, allerlei taken die worden overgenomen door apparaten, uh, andere ja. dingen dan uh, mensen. Zo, dat zie jij een beetje als de grote veranderingen die, die, die hier op tafel Ja, ik dan. denk het wel. Ik denk dat dat wel dus dus wat dat betreft, denk jij dan ook uh, in jouw ondernemerschap, dan zit ik wel goed? Ja, ik ben natuurlijk degene die automatiseert. Ja. Dus voor, voor <laughs> mij is dat heel voordelig. Ja. Uh, je ja, bent een self-fulfilling uh, prophecy hier aan het uh, ja aan en echt uh, wel en, Daar ben ja. ik ook heel blij om <laughs> ja. ja nee dat gaat ook ik denk dat het wel gaat lukken ja hoop ik en dat is natuurlijk, ja, het is natuurlijk wel heel zinvol als we dan anders over arbeid gaan nadenken dat is best hoopgevend ook ja. Ja. Ik zeg nog één dingetje even um, waar haal jij al je informatie vandaan ja van internet uh, er is een platform dat heet Reddit en uh, dat heeft een algoritme dat uh, iedereen in Nederland kan op een knopje drukken. Daarmee wordt een artikel populairder. Iedereen in Nederland kan op een knopje drukken en daarmee wordt een artikel minder populair. Ja. Uh, dus ik laat me een beetje leiden door de massa wat de massa uh, belangrijk vindt. Uh, en door algoritmes. Uh, ja. Dus ja, alle, alle nieuws die belangrijk is, krijg ik wel mee. Mm -hmm. uh, en, en, en hoe filter jij uh, fake en uh, flauwekul eruit? Uh, nou, dat doe ik nog steeds handmatig uh, met het brein. Uh, en dat is natuurlijk. Moet een beetje gezond nadenken? Ja, en dat is natuurlijk een risico, want je ziet steeds minder uh, dat mensen dat doen. Mm -hmm. uh, en wat dat betreft heb ik weer wat minder uh, hoop in de mensheid. Mm -hmm. Want ik denk dat. Uh, je ziet het ook met vaccins en je ziet het ook met klimaat. Dat uh, tegenwoordig zelfs mensen zijn die überhaupt de verandering van klimaat niet erkennen. Of mensen die zeggen: van ja, uh, als je een vaccin. Uh, als je kind vaccineert, dan uh, krijg je kind autisme. Of bijvoorbeeld zeggen ja de maanlanding uh, is nooit gebeurd of ja. uh, 9-11 is, uh, is iets uh, ja. door, uh, door de overheid uh, in Amerika. Ik denk dat, dat mensen steeds beter moeten nadenken over wat ze nou precies lezen ja. en of het nou waar is. Ja. Dus er ligt heel veel uh, verantwoordelijkheid bij de mens zelf. Ja. Tegelijkertijd, ik bedoel Reddit is dan een van de platformen die ik gebruik. Het is trouwens uh, een hele populaire website. Um, een beetje vergelijkbaar met Google qua een indexer, als het ware. Maar ik gebruik daarnaast ook, van Google gebruik Google News En daar zit ook weer een algoritme achter. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen welke artikelen ik wil lezen. Dus ik kan klikken op een artikel. Kan ik zeggen meer lezen of minder lezen. Ja. dus daar handt ook Maar een jouw hele leesgedrag aan. wordt ook ergens geregistreerd. Dus op een zeker ogenblik krijg ja. je ook dingen binnen die weer passen bij dat wat je al ja. had zitten bedienen. Dat ook een risico. Aan. En dan word je bevestigd in je eigen opvatting. Ja, misschien is dat een risico. Die, ja, dus ja, ja, daar moet je ook mee aankijken. Dat is ook wel weer spannend. Ja. als je daarvan bewust bent is het ook niet erg. maar ja, eerlijk nee. gezegd ik denk dat dat met de papieren krant niet anders is of nee. was. in de papieren krant, uh, ik bedoel we hadden een zuilen samenleving waar iedereen één krant leest. Ja. dus uh, bijvoorbeeld de AD is bijvoorbeeld een krant, uh, krant, van ja ik weet niet of het links of rechts is, maar you get uh, you can ja. the point. Ja. NRC past dan ook weer ergens in het politieke spectrum. Ja. Telegraaf dat is dan weer rechts. Ja. dus het is oorspronkelijk is natuurlijk een soort verzuiling van krant. Waarin je ook bevestigd wordt. Zeker, nee, dat is absoluut waar, en dat is, dus dat is, dat is, De techniek is anders, maar het verhaal is ja, alles hetzelfde. Diversiteit in de, uh, de, ja, de pers wordt wel breder. Dus ik lees artikelen van het AD, Telegraaf, NRC. Het maakt niet uit. Of ik, als ik een artikel interessant vind, dan lees ik hem. Ja, maar dat lees je heb ik aan digitaal. Of ja. heb je ook nog wel eens een papieren? Ja, ja dan lees ik alleen dan maar digitaal. Ja. 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 Nou, ik vond het hartstikke interessant. Ik geloof dat we langzamerhand wel een beetje het hele pakket uh, hebben ja. liggen. Um, alweer heb ik het gevoel, uh, nu ik zo met jou praat, uh, ja, dit, 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 uh, dat gaan ze allemaal regelen. Ik hoef me helemaal ja, er nergens hoop. zorgen over te maken. Ik uh, word er heel enthousiast van, vrolijk van uh, en hoopvol, maar dat ben ik altijd wel geweest. Maar tot nu toe is dat nog niet geloogstraft. Misschien komt het nog. Maar ja, ik. Uh, volgende keer iemand uitnodigen die heel negatief is uh, ja. uh, over, de, over de toekomst. <laughs> ja, ik heb er niet van, maar misschien gaat het komen. Maar tot nu toe is dat nog niet het geval. Stefan, dankjewel. Ik wens je heel veel ja, succes dankjewel. met alles in je leven. Uh, grijp je vrijheid. Succes met je bedrijf. Dank je. Uh, ja, misschien komen we elkaar nog eens tegen. Je weet het me nooit, maar uh, voor dit moment heel erg bedankt. Ja, en jou ook bedankt. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, wederzijds. Oké. Okay.